Ja, goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Niek Smit en ik werk als architectuurhistoricus bij Hendrik Keizer. En ik ga u vanavond in een uur iets vertellen over Hendrik de Keizer, onze naamgever. En 15 mei is een bijzondere dag, want Hendrik de Keizer werd op 15 mei 1565 geboren. En hij overleed ook op 15 mei, op 15 mei 1621. Dus 458 jaar geleden werd hij op deze dag geboren. Maar ik wilde het eerst met u hebben over een... Even kijken. Over een bijzonder architectuurboek. Dat verscheen in 1631, de zogenaamde Architectura Moderna. Dit boek verscheen 10 jaar na de dood van Hendrik de Keizer. En het bevat 44 gravures van bekende en minder bekende gebouwen die in de jaren daarvoor waren gebouwd. Dit boek is altijd een belangrijke bron geweest van onze kennis over Hendrik de Keizer. De voorpagina van het boek heeft het over de architectura moderna of de bouwingen van onze tijd. Het gaat dus om eigentijdse bouwkunst. En die was gedaan bij den zeer vermaarde en vernufte meester Hendrik de Keizer, beeldhouwer en bouwmeester der stad Amsterdam. En vervolgens in wezen gebracht, dat betekent uitgevoerd, bij den zeer ervaren Cornelis Dankerts, meester metselaar en bouwmeester. U ziet ze hier afgebeeld op de voorpagina links. De beeldhouwer Hendrik de Keizer en rechts de metselaar Cornelis Dankerts. Die portretbustes van allebei de heren, die worden omgeven door engelen die de loftrompet blazen. En de titel van het boek, die wordt geflankeerd door de personificaties van het bouwvak. De figuur rechts, die u hier ziet, heeft een troffel in haar hand en een afbeelding van een bouwsteiger. Zij verbeeldt de uitvoerende kant van de bouwpraktijk. Aan de linkerkant, de kant van Hendrik de Keizer, daar staat de personificatie van de beeldhouwkunst en van de bouwkunst. Het architectonische ontwerp. Het is een engel die draagt een beeldje in haar hand. En een tekening, een ontwerptekening van een poort. Dus twee aspecten van het bouwen. Aan de ene kant, geassocieerd met Hendrik de Keizer, het ontwerp en aan de andere kant geassocieerd met Cornelis Dankerts, de uitvoering. Nou, wat was nu zo typerend en bijzonder aan die moderne bouwkunst? Daar weten we iets van, want er is een uitgebreide inleiding bij het boek geschreven door Salomon de Braai. En daarin wordt wel wat gezegd. Het blijkt te gaan over de bouwkunst van de Grieken en de Romeinen, zoals die weer tot leven is gekomen in het Italië van de 15e en 16e eeuw, de Renaissance. Die periode staat nu bekend als de Renaissance, de herleving van de klassieke oudheid. Volgens die inleiding gaat het dan echter niet om een klakkeloze imitatie van die Italiaanse Renaissance, maar aangepast aan onze tijd, aan ons klimaat en aan onze streek. In dat boek staan dus allerlei gravures, afbeeldingen van het werk van Hendrik de Keizer. En bij die gravures staan korte tekstjes met uitleg. En die geven ook wel een interessant beeld. Daar kunnen we ook wel het een en ander uit afleiden. Het blijkt daarin namelijk vooral te gaan om inventiviteit en variaties. En daarvoor wordt Hendrik de Keizer enorm geroemd. Dat hij nieuwe en nooit vertoonde details maakte. Dat riep allemaal bewondering op. Bijvoorbeeld bij de omschrijving van de kerkhofpoortjes van de Westerkerk, daar wordt dan gesproken over een gans wonderlijke en van ongemener vindingen. En bij een ander poortje wordt geschreven over een zaken zo wij menen nooit meer gezien of in enige werken te vinden, waaraan de uitnemende zeldzaamheid van vindingen van onze bouwmeester te merken is. Bij de Westerkerkhof wordt genoemd, gesproken over zeer versierlijke en zeldzame vindingen. En over gans ongemene brekingen, wonder het oog vermakende. Nou, ik kan zo een tijdje doorgaan.
Nou ja, wie was die Hendrik de Keizer? Wat is zijn plaats in de architectuurgeschiedenis en waarom werd hij zo bewonderd in de vroege 17e eeuw? Nou, daarvoor moet ik u meenemen terug naar Italië. En hier zijn we in Verona, in 41 na Christus, een stadspoort, de zogenaamde Porta Borsari. In Italië is er vanaf omstreeks 1420 het toenemende interesse voor dit soort bouwkunst, de bouwkunst van de klassieke oudheid. Maar er is ook interesse in de literatuur van die periode. Die bouwkunst is nog overal aanwezig, zoals deze poort. En in een klooster in Zwitserland wordt een oud manuscript herontdekt. Het manuscript van Vitruvius, de enige auteur uit de oudheid die bewaard is gebleven, die schreef over architectuur. Nou, dat komt volop in de belangstelling te staan. En dat boek van Vitruvius wordt heruitgegeven, herinterpreteerd. Er zijn geen afbeeldingen bij aanwezig, dus die worden gemaakt. En er komen allerlei geleerde boeken die daar uitleg bij geven. Dus in de Italiaanse Renaissance is er veel interesse voor die bouwkunst van de oudheid. En die bouwkunst van de oudheid, dat ziet u hier in deze poort, die kent een enorme rijkdom. Kijk naar deze fantastische poortjes met timpanen, met pilasters. Dat zijn zuilen in het platte vlak met hele rijke kapitelen, deze rijke cannelures. En dan die zuilen daaromheen met gedraaide cannelures en ook weer die rijke kapitelen daarboven. En hieronder ziet u nog twee timpanen. Een paar honderd meter verderop in Verona staat dit palazzo, het Palazzo Bevilacqua. En dit werd gebouwd door de Renaissance architect, stadsbouwmeester Michele San Michele. En die gebruikte die poort, die dus daar vlakbij stond, als inspiratiebron. Vergelijk bijvoorbeeld diezelfde draaiende zuilen die je hierin ziet. De timpanen die je hier overal ziet verwerkt. De pilasters hier beneden en de enorme rijkdom van het beeldhouwwerk. Dat is ook kenmerkend voor die architectuur van de Italiaanse Renaissance bouwkunst. Het zorgvuldig toepassen van de klassieke bouwelementen, als met name die zuilenorde. Het bouwen met harmonische maatverhoudingen. En de grote rijkdom aan ornamentiek. De introductie van die renaissance vormen naar het noorden van Europa, die verloopt volgens verschillende contacten. We kunnen daarvoor een aantal lijnen uiteenzetten. Als eerste de opdrachtgevers uit adellijke hofkringen, zoals de kringen van Karel V in Brussel en François Premier in Fontainebleau en dan in de Loire, kastelen als Chambord en Fontainebleau. En dan waren er kunstenaars, decorateurs, vestingbouwers die uit Italië naar het noorden kwamen en werkzaam waren aan die belangrijke hoven. En als derde was er de prentkunst. Er werden ornamentprenten uitgegeven en er werden dus deze architectuurboeken gepubliceerd. Hier ziet u een voorbeeld van, gemaakt door Sebastiano Serlio, uitgegeven in het Nederlands in 1539. Een zeer invloedrijk architectuurboek. En hierin werd die zuilenleer van de klassieke oudheid uitgelegd. U ziet hier de verschillende zuilen uit de klassieke oudheid. Toscaans, Dorisch, Ionisch, Corinthisch en composiet. En bij al die zuilen horen verschillende verhoudingen en verschillende decoraties. Hier links ziet u een aantal van dat soort decoraties. Een van de eerste gebouwen in de Nederlandse architectuurgeschiedenis die elementen bevat van die renaissance is de toren van IJsselstein. De toren van de kerk van IJsselstein, gebouwd in omstreeks 1532. Deze is een ontwerp van een Italiaanse ingenieur, Alessandro Pasqualini. En die heeft die toren opgebouwd uit verschillende lagen, uit maar liefst 5 lagen. En iedere laag heeft steeds een zuilenorde in het platte vlak gevat en vertaald in de Hollandse architectuur, dus tegen een achtergrond van baksteen. Het zijn natuurstenen pilasters
met alle bijbehorende elementen die daarbij horen. Dus op de benedenverdieping ziet u Dorisch, dan krijgt u Ionisch en dan krijgt u Corinthisch. Met een eigen basementen, zuilen, kapitelen, friezen en alle andere details. Bijzonder aan deze kerk, ook wel leuk om te weten, is dat de torenspits ooit is afgebrand. En dat die is vervangen door een ontwerp van Michel de Klerk uit 1929. Dus deze kerk is niet alleen deze kerktoren is niet alleen een voorbeeld van de vroege Hollandse renaissance, maar ook van de Amsterdamse schoolstijl. Een hele bijzondere combinatie. Een ander vroeg voorbeeld van de renaissance ornamentiek in ons land zijn deze koorbanken in Dordrecht uit 1538. De renaissance vormen werden aanvankelijk vooral toegepast in de decoratieve kunsten. Dus kunstenaars of ambachtslieden als edelsmeden en houtsnijders, die liepen daarbij voorop. En daar zijn die koorbanken in Dordrecht een mooi voorbeeld van. Op deze koorbanken worden een aantal triomftochten afgebeeld, bij uitstek een renaissance motief, teruggrijpend op de geschiedenis van de Romeinse oudheid. En dit beeldsnijwerk in Dordrecht is weer gebaseerd op prentseries van Albrecht Dürer en van Titiaan. Hier ziet u ook in Dordrecht het zogenaamde muntpoortje uit 1555. En dit is een voorbeeld van het belang van de verspreiding van prenten voor de bouwkunst. Antwerpse kunstenaars als Cornelis Bos en Cornelis Floris, die maakten prenten in de late jaren 40 en 50 van de 16e eeuw. En die kregen navolging. En dit poortje in Dordrecht is daar een rechtstreeks voorbeeld van. Die poortboog die is voorzien van allerlei leeuwenkoppen. Die ziet u hier. En van zeer rijk beeldhouwwerk. En met name kenmerkend zijn deze Corinthische pilasters met beeldhouwwerk, wat we wel grotesk kunnen noemen. En die waren gebaseerd op de ontdekkingen die men deed in Rome, in de zogenaamde Domus Aurea, het huis van keizer Nero, dat herontdekt was en waar archeologische vondsten werden gedaan en waar kunstenaars als Raphaël tekeningen en schilderingen van maakten en die weer uitgegeven werden in prenten. Nou, die kwamen dus terecht in die prenten die in Antwerpen werden gedrukt en vonden zo hun weg naar het noorden, hier naar Dordrecht. En die prenten werden heel zorgvuldig nagevolgd, dat ziet u hier. Rechts ziet u een voorbeeld van Cornelis Floris in Antwerpen, dateert uit hetzelfde jaar, 1555, nagevolgd in dit poortje in het beeldhouwwerk. Deze letterlijke navolging van die klassieke oudheid is juist iets wat Hendrik de Keizer niet zal doen. Hij gaat variëren met deze motieven, hij gaat er zelf iets mee maken. En dat is het belang van zijn architectuur. Hier ziet u twee voorbeelden uit het bezit van onze vereniging. Links het huis De Kroon in Alkmaar uit omstreeks 1545. Een vroeg voorbeeld van de navolging van renaissance ornamentiek in een particuliere woonhuisopdracht. Die klassieke vormen die werden dus gemengd, eigenlijk zou je kunnen zeggen, met de bestaande gotische bouwtraditie. In dit geval gotische trapgevels met grote stappen in baksteen uitgevoerd. Maar deze gevel heeft een zeer vroeg voorbeeld van renaissance ornamentiek en dat vindt u in die pilasterstelling die op iedere verdieping zich herhaalt, met heel fijn gebeeldhouwde kapiteeltjes. En verder ziet u hier dit prachtige muuranker en het timpaan in de top van de gevel. Rechts ziet u het Jans Gasthuis in Hoorn uit 1563, ook in het bezit van Hendrik de Keizer, u moet het zeker gaan bekijken. Dat heeft in een soort van tempeltje een beeld van Johannes de Doper in het midden van de gevel. En boven de vensters vindt u klassieke frontons, iets wat heel nieuw was in de noordelijke Nederlanden. En de geveltop is opgebouwd uit beeldhouwwerk die gebaseerd is op prenten van de Cornelis Floris uitgegeven in Antwerpen. En die bevatten allerlei afbeeldingen van mythologische
figuren. En ook in het interieur, als u het pand een keer gaat bezoeken, ziet u balken met gebeeldhouwde koppen van mythologische, exotische en bijbelse figuren. Dus ook in deze architectuur vind je de invloeden van Italiaanse voorbeelden. Nou, tegen die achtergrond groeit Hendrik de Keizer op. Hij groeit op in Utrecht, geboren in 1565, in een tijd van onrust, de eerste jaren van de 80-jarige oorlog, de eerste jaren van de opstand tegen de Spanjaarden. Hendrik de Keizer stamde uit een familie van timmerlieden, van beeldsnijders. Zijn vader was en zijn grootvader waren lid van het Timmermansgilde in Utrecht en die werkte als kistenmaker. Dan maakten ze meubels en schijnmakerswerk. En beide worden ook in de bronnen wel aangeduid als zogenaamde antiekdraaiers. En dat betekent eigenlijk dat ze kennis hebben gehad van het vormenrepertoire van de antieke of klassieke oudheid. Dus Hendrik de Keizer werd al, je zou kunnen zeggen, met de paplepel de renaissance vormentaal ingegoten. Na zijn leertijd bij zijn vader wordt Hendrik Keizer leerling in de werkplaats van Cornelis Bloemaert. Cornelis Bloemaert was de vader van de bekende schilder Abraham Bloemaert. En hij moet een heel veelzijdige leermeester zijn geweest. Hij was onder andere actief als steenhouwer, als beeldhouwer, maar ook als ontwerper, uitvinder en zelfs als vestingbouwkundige. En volgens de architectuur en moderna maakte Hendrik bij Bloemaert snelle vorderingen. Zo wordt daar geschreven, bovendien is hij ook in het beeldhouwen zeer uitnemende geworden en de gans vast in het boetseren. Nou, deze Cornelis Bloemaert die vertrok in 1591 naar Amsterdam en hij werd daar benoemd tot stadsingenieur. Dat was een tijdelijke positie van slechts een jaar, maar zijn zoon Abraham Bloemaert en Hendrik de Keizer die volgen hem. Amsterdam groeide in die tijd explosief. We hebben het dan over het laatste kwart van de 16e eeuw. En in die periode werd de stad aan de oostelijke kant vergroot. De stad bloeide op na de eerste jaren van de 80-jarige oorlog. Bloemaert was verantwoordelijk voor de vestingwerken aan die oostkant van de stad. Hendrik en Abraham Bloemaert die legden in 1591 de eed als poorter van Amsterdam af. En dat betekende dat ze lid konden worden van een gilde. Hendrik die werd lid van het metselaarsgilde. En het betekende ook dat zij zelfstandig een beroep zouden kunnen gaan uitoefenen en dat ze opdrachten konden aannemen. Enkele maanden voordat hij het poorterschap wist te verwerven, trad Hendrik de Keizer in Amsterdam in het huwelijk met Barbara van Wilderen, die afkomstig was uit Antwerpen, de zuidelijke Nederlanden. Maar in de loop der tijd volgen een groot aantal familieleden Hendrik de Keizer vanuit Utrecht naar Amsterdam en ontstaat er een uitgebreid netwerk, je zou kunnen zeggen een soort van familiebedrijf in de stad van metselaars, steenhouwers, beeldhouwers en meubelmakers. Hendrik de Keizer en Barbara de Wilderen die krijgen 11 kinderen, waarvan er 6 hun ouders overleven. En verschillende zonen die treden ook in de voetsporen als steenhouwer en steenhandelaar van hun vader. Hendrik die zet een eigen werkplaats op. En hij moet al in die eerste jaren enige naam hebben gevestigd. En een netwerk met contacten hebben gelegd. Met andere ambachtslieden. Met leveranciers van bouwmaterialen. Met kunstenaars. Nou, die tijd is echter nog geen werk van hem bekend. In de vervolgens 26 jaar dat Hendrik de Keizer in Amsterdam woont en werkt, groeit die stad spectaculair. Van maar liefst 45.000 inwoners tot 110.000 inwoners. Dus meer dan een verdubbeling. Het is de tijd dat de zuidelijke Nederlanden door de Spanjaarden bezet worden en dat er een grote stroom vluchtelingen naar het noorden op gang komt en dat de stad daardoor enorm uitdijt. Er zijn heel veel nieuwe gebouwen nodig, stedelijke gebouwen. En
Eerst aan de oostzijde komt een uitbreiding tot stand. Dan heb ik het over de uitbreiding aan deze kant. Maar dan natuurlijk vanaf 1613 ongeveer, de tijd van het 12-jarig bestand, als de stad zwemt in het geld en het geld niet meer hoeft te besteden aan militaire campagnes, dan wordt aan de westzijde worden de eilanden aangelegd en wordt de grachtengordel, het eerste stuk van de grachtengordel, aangelegd en daaromheen de Jordaan. De derde uitleg wordt dat genoemd. Dus tijdens het leven van Hendrik de Keizer expandeert de stad op een enorme wijze. Hij was, zou je kunnen zeggen, de juiste man op de juiste plaats op het juiste moment. Hier ziet u twee poortjes, de gildepoortjes in de Waag op de Nieuwmarkt. Links het poortje van het metselaarsgilde, het gilde van de metselaars, de steenhouwers en de beeldhouwers. Daar wordt Hendrik de Keizer dus vrijwel direct lid van. En rechts ziet u het poortje van het Sint-Lucas-gilde. Dat is het gilde van de schilders en je zou kunnen zeggen van de meer kunstzinnige ambachten. En Hendrik de Keizer wordt aan het eind van zijn leven ook lid van dit gilde. Dat geeft wel iets aan van zijn status. In 1595 wordt Hendrik de Keizer op 30-jarige leeftijd benoemd tot stadssteenhouwer van Amsterdam, van het snelgroeiende Amsterdam. En dat stadsbouwbedrijf van Amsterdam, dat wordt ook wel eens aangeduid als de stadsfabriek. Dat was, zou je kunnen zeggen, de voorloper van onze dienst gemeentewerken. En die dienst was in de, of die organisatie was in de loop van de 16e eeuw ontstaan en maakte een enorme groei door in de tijd dat de stad zijn uitleg kent. In de tijd dat het aantal bouwopdrachten van de stedelijke overheid enorm toeneemt. En de leiding van die stadsfabriek die lag in handen van drie stadsmeesters in deze tijd. Dat was de stadstimmerman Hendrik Staats, de stadsmetselaar Cornelis Dankerts en de stadssteenhouwer Hendrik de Keizer. Dus er was een soort van driemanschap dat het stadsbouwbedrijf aanstuurde. En in de aanstelling van Hendrik de Keizer van 1595 wordt zijn werk omschreven als meester beeldsnijder en de steenhouwer over deze steden werken. En er wordt gezegd dat hij verantwoordelijk zou zijn voor het ontwerp en de architectonische detaillering. Hij moest knechten in dienst nemen, hij moest ontwerpen en hij moest toezicht houden. En daarnaast mocht hij ook nog zijn eigen particuliere opdrachten aannemen. Dus hij moet eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de ontwerpende kracht zijn geweest in dit stadsdriemanschap. En de andere twee zaten meer aan de uitvoerende kant. Dus Hendrik meer aan de kant van de detaillering, zou je kunnen zeggen. Nou, in 1605, hij was inmiddels 10 jaar stadssteenhouwer, werd onder zijn leiding een aparte stadssteenhouwerij ingericht. Die ziet u hier aan de linkerkant. Die lag op een nieuw ontwikkeld terrein aan de Binnenamstel bij de huidige Groenburgwal. Hier ziet u de Groenburgwal. Hier ziet u het Binnenei. Dit stuk is later aangebouwd en aangeplemd en bebouwd. En hier heeft u wat tegenwoordig de Staalstraat is. En daar op de hoek stond het woonhuis van Hendrik de Keizer met de stadssteenhouwerij met deze binnenplaats. En daarvoor, waar nu bebouwing is, daar lag een grote brede kade waarop bouwmaterialen konden worden aangevoerd. Hoe die werkzaamheden van Hendrik de Keizer en zijn werkplaats precies waren georganiseerd, dat weten we niet precies. Maar wel kennen we de namen van een tiental van zijn leerlingen en van zijn gezellen, waaronder opvallend veel buitenlanders ook zitten. En daar zitten ook zijn zonen Pieter en Thomas de Keizer bij. Die werden door hun vader opgeleid. En rechts op deze afbeelding ziet u uit diezelfde kaart een uitsnede van de stadstimmerwerf, waar in 1597 nog 12 knechten werkten, maar in 1623 er inmiddels 100 werkzaam waren. Dus u kunt zien aan deze getallen hoe de bouwactiviteiten van de stad een grote vlucht namen. Nou, Hendrik de Keizer ondernam naast zijn werkzaamheden voor de stad allerlei particuliere opdrachten. En in eerste plaats is hij natuurlijk bekend en beroemd als beeldhouwer.
En dat beeldhouwwerk dat varieert van zeer fijn individueel beeldhouwwerk, zoals u hier ziet, enkele stukken uit het Rijksmuseum, kostbare steensoorten, terracotta en brons, tot grafmonumenten, tot beeldhouwwerk voor huizen en andere gebouwen. En met name deze kleinere opdrachten moet zijn faam als ontwerper zijn ontstaan. Daarnaast trad zijn werkplaats ook op als handelaar in leverancier van steen. En zo weten we bijvoorbeeld dat Hendrik een aandeel bezat in een steengroeve in het Engelse Portland. We weten dat Hendrik de Keizer experimenteerde. Hij experimenteerde met het gieten in brons. En hij was de eerste beeldhouwer in ons land die in Italiaans marmer werkte. Maar hij was enorm veelzijdig. Zo werd hij door de stad Amsterdam gevraagd om een glasvenster te ontwerpen voor de Janskerk in Gouda. Hier ziet u zijn ontwerp en het uitgevoerde glasvenster. En verder was hij betrokken bij het ontwerpen van scheefdecoraties. En zelfs maakte hij in opdracht van de Staten-Generaal een kostbare vergulde houten lantaarn die als cadeau naar de sultan van Turkije werd gestuurd. Zijn veelzijdigheid blijkt ook uit een aantal octrooien, bijvoorbeeld op kunstmarmer en op een oorgat voor bruggen waar schepen doorheen zouden kunnen varen. Nou, het meest beroemde is Hendrik de Keizer natuurlijk voor het grafmonument van Willem van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft. Gemaakt in het 12-jarig bestand, dus al enige jaren nadat de prins was overleden. En dit monument vestigde definitief de naam van de keizer. De aanbesteding vond plaats in 1614 in overleg met prins Maurits, volgens het model van meester Hendrik, die reputatie heeft dat hij een excellent meester en de zeer vroom is. De keizer die maakte dat monument in de meest kostbare marmersoorten en brons. En die faam van dat monument blijkt uit allerlei reisbeschrijvingen, afbeeldingen, schilderijen, gravures. Het was, zou je kunnen zeggen, het nationale monument van de vroege 17e eeuw. En hier ziet u een detail van het fenomenale beeldhouwwerk, de liggende prins van Oranje. Ik loop nu graag met u door een aantal verschillende architectonische werken van Hendrik de Keizer. Dat is de tweede helft van mijn verhaal. Als eerste ziet u hier het bushuis op het Singel in Amsterdam. Dat is een vroeg werk dat tot stand is gekomen in samenwerking tussen de stadstimmerman, de stadsmetselaar en de stadsbeeldhouwer. In dit soort werken, opdrachten van de stad Amsterdam, is moeilijk te onderscheiden wat nou het werk van de keizer zal geweest zijn. De stadstimmerman Staats die was in feite de constructeur, zou je kunnen zeggen. Die maakte de houten kappen, de balklagen, de vensters, de deurkozijnen. En die vormde zijn werk, vormde, zou je kunnen zeggen, de ruggengraat van het gebouw, de constructie. De stadsmetselaar Dankerts die was verantwoordelijk voor het metselwerk. Hij legde in de stad kilometers nieuwe kades aan, nieuwe bruggen, het muurwerk van nieuwe gebouwen. Dat moet het leeuwendeel geweest zijn van het werk van het stadsbouwbedrijf, maar niet bepaald het meest creatieve. Dat lag in handen van de stadssteenhouwer, de stadsbeeldhouwer Hendrik de Keizer. Hij was verantwoordelijk voor het architectonische ontwerp. En in het begin van de 17e eeuw, dan is de kwaliteit van de architectuur in hoge mate ook afhankelijk van de kwaliteit van het ornament, van de sculpturele decoratie. Niet zozeer van de ruimtelijkheid die we later vooral in architectuur zo zijn gaan waarderen. Het beeldhouwwerk, het decoratieve beeldhouwwerk, het maken van tekeningen, dat speelde daarbij een belangrijke rol. En daar gaf Hendrik de Keizer zijn bijdrage. Maar ook elders in de Lage Landen waren het in de 16e eeuw en de vroege 17e eeuw juist de beeldhouwers die als belangrijkste ontwerpers opdrachten aannamen. In dit ontwerp zal de bijdrage van Hendrik de Keizer beperkt zijn gebleven tot het ontwerp van de geveltop. En die is nog sterk onder invloed van de Antwerpse prentseries. Aan de rechterkant ziet u een prentserie
van de bekende Hans Vredeman de Vries. Zijn zogenaamde Dorica Ionica. En dat wordt gekenmerkt door allerlei rolwerken en obelisken die in Rome waren te zien. En waar u iets van vertaald ziet, dat rolwerk in de top van deze gevel. Hendrik de Keizer was betrokken bij de vele openbare projecten die werden uitgevoerd in en buiten de stad Amsterdam. Het meest bekende voorbeeld, niet meer bestaand, is de Koopmansbeurs. Die werd gebouwd boven het water van het Rokin. Nu op de plek van de industriële grote club. Gebouwd rondom een binnenplaats met galerijen. Een gecompliceerd project, omdat het bovenop het water van het Rokin werd gebouwd. Het gebouw kreeg dan ook later grote bouwkundige problemen en werd gesloopt in 1837. En toen herbouwd aan de andere kant van de dam. Dit ontwerp was gebaseerd op de beurzen van Antwerpen en Londen. En tijdens de voorbereiding van de bouw maakten Hendrik de Keizer en Dankerts samen een reis naar Londen. Dat is de enige buitenlandse reis die van hem bekend is en die gedocumenteerd is, omdat hij zijn uitgaven heeft verantwoord aan de stad. En op deze reis naar Londen ontmoet Hendrik de jonge steenhouwer Nicholas Stone. En deze steenhouwer neemt hij mee naar Amsterdam en die komt als leerling in zijn werkplaats te werken. En Nicholas Stone die trouwt vervolgens met de dochter van Hendrik de Keizer, Maaike de Keizer. En op die manier ontstaat er een link met Engeland. Nicholas en Maaike die krijgen weer kinderen en die worden ook weer opgeleid vanuit Londen in het atelier in Amsterdam bij Hendrik de Keizer. En zo ook op die manier ontstaat er een groot familiebedrijf van steenhouwers en steenhandelaren. Het gaat om 3 generaties met vertakkingen in binnen- en buitenland. Met name is Nicholas Stone in Engeland actief. Maar we weten ook dat Hendrik de Keizer een aandeel had in een steengroeve op het eiland Portland. Dus je moet niet zozeer Hendrik de Keizer zien als een uniek fenomeen, maar veeleer als een belangrijke schakel in een groot familiebedrijf en netwerk van steenhouwers, beeldhouwers en steenhandelaren. De eerste grote opdracht van Hendrik in Amsterdam en de eerste speciaal voor de protestantse eredienst gebouwde kerk is de Zuiderkerk. En die is nog eigenlijk gebaseerd op een opzet van een traditionele katholieke kerk. Alleen het koor en het dwarsschip die ontbreken er. Die waren immers in de protestantse dienst niet nodig. En het bankenplan stond opgesteld rondom de kansel. Opmerkelijk aan dit ontwerp is dat het nadrukkelijk rekening houdt met de stedenbouwkundige situatie. De toren is niet in het midden van de kerk, voor de kerk geplaatst, maar juist links naast de kerk, recht in de as van de Groenburgwal, waardoor die prachtige doorkijk is ontstaan die we nu nog kunnen bewonderen. In de kerk vindt u deze cartouche uit 1611. En deze is gemaakt ter gelegenheid van de eerste dienst in de kerk. En deze is kenmerkend voor het beeldhouwwerk van Hendrik de Keizer. Enorm plastisch. En de architectuur van Hendrik de Keizer die wordt enorm gekenmerkt door die kwaliteit van dat beeldhouwwerk en door die enorme plastiek. Kijk vooral naar deze kop hier beneden en naar die naar binnen en buiten de krullen. Al dat rolwerk wat er omheen zit. En hier ook weer die naar binnen en buiten de krul. Die zult u later in afbeeldingen die ik zal laten zien nog vele keren tegenkomen. Hier ziet u de Noorderkerk. Ook weer een werk van de Stadsfabriek. Dus van Dankerts, Staats en de Keizer. Een samenwerking waarin we niet precies weten wie wat heeft gedaan. En ook in deze kerk vindt u die plastiek van dat beeldhouwwerk van de keizer. Met name in die zuilen die een soort van samenstelsel zijn van elementen die ontleend zijn uit de klassieke oudheid. Datzelfde zien we ook in de Westerkerk. Een van de laatste werken van Hendrik de Keizer.
En die is pas voltooid na zijn overlijden door zijn zoon Pieter. Dus de toren is eigenlijk een werk van Pieter de Keizer, want die is niet uitgevoerd volgens de tekeningen van Hendrik. Maar ook dit gebouw kan gelezen worden volgens de regels van de klassieke bouwkunst. Het is een stapeling van klassieke zuilenordes bovenop elkaar. Beneden vindt u een Dorische orde en daarboven vindt u een Ionische orde. Helemaal volgens de klassieke architectuur en volgens de boeken die daarover geschreven werden. Maar binnen die strenge klassieke ordening blijkt Hendrik de Keizer enorm te variëren. En speelt hij met beeldhouwkundige ornamenten. En maakt hij allerlei inventies. Hier ziet u bijvoorbeeld een zwevend fronton. Dat is nou typisch zo'n voorbeeld van die creativiteit van de keizer. En hier helemaal. De Dorische zone van het gebouw wordt afgesloten met dit element. En de Ionische zone met deze. Ja, dit zijn elementen die nog nooit vertoond waren. Die echt afwijken van de voorbeelden uit de klassieke oudheid. En daarover wordt ook in de Architectura Moderna geschreven. Een bijzondere inventie is dit poortje aan de zuidgevel van de Westerkerk. Met een fronton, een gebogen fronton, dat steunt op een zandloper. Het teken van de vergankelijkheid van ons leven. En dat, die zandloper die hier eigenlijk tussen is geperst en dat fronton staande houdt. Het geeft een enorme dynamiek. Nou, en nog meer bijzonder zijn deze, wat zijn het, zuilen? Het zijn tegelijkertijd pilasters. Het zijn in elkaar gevlochten. Het begint als een zuil en het eindigt als een zuil met een pilaster daaruit. Nou, de tekst bij deze poort, die afgebeeld is in de Architectura Moderna, spreekt dan ook van een ene zaken, zo wij menen, nooit meer gezien of in enige werken te vinden, waaraan de uitnemende zeldzaamheid van de vindingen van onze bouwmeester te merken is. Dus in die tijd herkende men al hoe opmerkelijk dit soort variaties op de klassieke architectuur dit waren. En hier ziet u zo'n voorbeeld van een poortje opgenomen in de Architectura Moderna en rechts de uitvoering. Het is het poortje van de Waalse Kerk in de Hoogstraat. En die inventiviteit van Hendrik de Keizer die blijkt vooral uit die ontwerpen voor poortjes. Waarschijnlijk waren die poortjes, had hij enige vrijheid om in die poortjes te ontwerpen. En was hij minder gebonden aan conventies. En op het fries van dit poortje zie je drie Franse lelies. Het gaat om de Waalse Kerk, verwijzend naar de kerk van de Franstalige Calvinisten. En opvallende elementen hierin, die echt afwijken van wat gebruikelijk was, is zo'n getrapte architraaf, die u hier ziet. Het doorbroken fronton hierboven, waar het stadswapen van Amsterdam in is geplaatst. En dan ook deze bijzondere kapitelen, die enigszins lijken op de Ionische kapitelen. In de Architectura Moderna wordt dan ook gesproken van een poortje van ene sierlijke en vasten stand, vol versierlijke en zeldzame vindingen, waarin de zonderlinge vindelijkheid des meesters te merken is. En over die kapitelen in de Ionische orde wordt opgemerkt, met hare krollen enigszins de manieren van Ionische werken vertonen. Dus ook daar wordt weer verwezen naar dat dit toch wel hele bijzondere variaties waren. Nou, Hendrik de Keizer was niet de eerste en de enige die zo speels en inventief met die klassieke oudheid omging. Dat gebeurde ook al in Italië, al eerder, door Michelangelo, die aan het begin van de 16e eeuw een enorme variëteit aan vormen ontwikkelt. En dat ziet u hier, bijvoorbeeld links, in de Porta Pia in Rome. En aan het begin van de 17e eeuw hadden die werken van Michelangelo door prentseries die werden uitgegeven een enorme invloed in Noordwest-Europa. En er is dus zeker ook een invloed op Hendrik de Keizer geweest. Links ziet u de Porta Pia, maar rechts ziet u een poortje van het Zuiderkerkhof, een ontwerp van de keizer. Nou, ook hier ziet u eenzelfde geknikte doorgang. U ziet die geblokte stenen, de inventieve krullen aan de zijkant,
het doorbroken fronton. Het zijn allemaal elementen die je ook bij Michelangelo ziet en die, waar Hendrik de Keizer ook mee speelt en varieert. Een andere Italiaan die daarmee bezig was, was een zekere Buontalenti in Florence. U ziet hier linksboven ziet u een poortje, een ingang van het beroemde Uffizi, het museum in Florence. De Porta della Supplice, gemaakt in 1577. En wat daar gebeurt was ook ongekend. Daar werd een fronton, dus een boogstelling, werd binnenstebuiten geklapt. Totaal functieloos, maar wel heel erg fraai van vormgeving. En u ziet hetzelfde, Hendrik de Keizer doet dit ook in het grafmonument van Willem van Oranje. En hij doet het hier in een nooit uitgevoerd ontwerp voor een poort bij de Zuiderkerk. Hiermee heb ik iets willen laten zien van die enorme inventiviteit die in het werk van de keizer en van zijn voorgangers zit. In de tijd dat Hendrik de Keizer stad Steenhouwer was, krijgt Amsterdam een heel ander silhouet. Er zijn maar liefst 8 grote torenprojecten in de stad. Daaronder zitten de grote kerktorens, zoals die van de Zuider- en de Westerkerk. Maar ook worden er op allerlei restanten van middeleeuwse stadspoorten worden torenspitsen gezet. Voorbeelden daarvan zijn de Jan Rodepoortstoren die u hier links ziet. Die is inmiddels verdwenen, die stond op het Singel. En rechts de nog steeds bestaande Munttoren. Dus op een oude stadspoort, de poort voor de Kalverstraat, die zijn functie had verloren omdat de stad was uitgebreid met de grachtengordel, werd naar ontwerp van Hendrik de Keizer een torenspits opgetrokken. En in die toren was ruimte voor een uurwerk en voor klokken en carillons. Dan kom ik aan de woonhuizen die Hendrik de Keizer heeft ontworpen. Nou, er werden in de nieuwe stadsuitbreidingen honderden woonhuizen opgetrokken. En die enorme hoeveelheid van particuliere bouwactiviteit, die leidde natuurlijk tot een enorme behoefte aan ornamenteel beeldhouwwerk. Zowel voor de gevels als voor de interieurs. Dus dan moet u denken aan schouwen en consoles in het interieur. En het atelier van Hendrik de Keizer zal ongetwijfeld daaraan geleverd hebben. En bij enkele woonhuizen is de betrokkenheid van Hendrik de Keizer ook rechtstreeks aan te wijzen en onomstotelijk bewezen. En in andere gevallen kan die slechts worden vermoed. Hier ziet u het huis De Dolfijn aan het Singel, gebouwd voor Hendrik Lauwenszoon Spiegel. Een vooraanstaande koopman, dichter. En die moet Hendrik de Keizer gekend hebben, want hij was, ze waren allebei lid van de Rederijkerskamer, de Eglantier. Dat geeft ook weer iets aan de status die Hendrik de Keizer als ambachtsman toch had in de stad. Links ziet u het ontwerp, hier, zoals het afgebeeld is in de Architectura Moderna. En hier rechts op de gravure ziet u een ander huis, wat ik u zo dadelijk zal laten zien. En rechts ziet u het huis zoals het er nu bij staat op het Singel. Het is waarschijnlijk minder rijk uitgevoerd dan het ontworpen was. Woonhuisontwerpen is met name kenmerkend de enorme rijkdom aan het beeldhouwwerk. En daarvoor ziet u hier enige voorbeelden uit het atelier van Hendrik de Keizer. Hier het huis De Gekroonde Raap, linksboven de Spiegel en rechts huis Bartolotti dat toegeschreven is aan Hendrik de Keizer. Kenmerkend dat enorm rijke en plastische beeldhouwwerk. Hier ziet u bijvoorbeeld weer die naar binnen en buiten rollende krul die zo kenmerkend is. En hier ziet u het huis De Gekroonde Raap op de ouderzijds Voorburgwal. Een huis dat in het bezit is van onze vereniging. Gebouwd in 1615 in het 12-jarig bestand. Het gaat eigenlijk om een oud, laat middeleeuws huis dat er stond. En dat voorzien werd van een nieuwe gevel. Dus alleen de gevel is een ontwerp van de keizer. Het huis daarachter is ouder. En kenmerkend voor het werk van de keizer zijn de dubbele gekoppelde. Dus dat zijn deze pilasters. Dubbel uitgevoerd en aan elkaar gekoppeld door beeldhouwwerk. En dan zie je hierboven dat rijke
beeldhouwwerk met al die krullen en cartouches. Rechts ziet u enige details daarvan. Het kantoor van de vereniging, Huis Bartolotti, een van de meest indrukwekkende 17e-eeuwse woonhuisgevels in Amsterdam. Het is niet bewezen dat dit een werk zou zijn van Hendrik de Keizer, maar de detaillering is wel enorm in de stijl van hem en van zijn atelier. We hebben slechts één concrete aanwijzing dat er een link is tussen Hendrik de Keizer en de familie Bartolotti van den Heuvel die het huis liet bouwen. Want in de Architectura Moderna staat een poortje afgebeeld, ontworpen voor een zekere Hans Bartolotti van den Heuvel. Er is wel eens gesuggereerd dat dit poortje vroeger de ingangsportaal van het huis zou zijn geweest, voordat het huis werd gesplitst in twee delen. En hier ziet u iets van de details van het beeldhouwwerk van Huis Bartolotti. En ook hier ziet u weer die naar binnen en buiten draaiende krul die zo kenmerkend is in het werk van de keizer. En de enorme kwaliteit van het beeldhouwwerk dat toch wel een sterk vermoeden doet uitgaan richting het atelier van Hendrik de Keizer. Dan kom ik aan een aantal opdrachten buiten de stad. Daarmee zal ik mijn lezing beëindigen. Hendrik de Keizer die was bij leven al een gevraagde bouwmeester. Het lidmaatschap van de Rederijkerskamer, de Eglantier, geeft ook wel iets aan van zijn status. En hij werd dus ook buiten Amsterdam gevraagd. En hij was onder andere actief bijvoorbeeld in de Beemster, waar hij een kerk heeft ontworpen en gebouwd. Hij was actief in Hoorn, in Delft, in Rotterdam, zelfs in Deventer, waar hij een stadspoort heeft ontworpen. En in Den Bosch, waar hij een bijdrage heeft geleverd in de Sint-Jan, in de vorm van het Koordokzaal, wat zich nu in de Victoria en Albert Museum in Londen bevindt. Ik wilde u vooral laten zien het stadhuis van Delft. Een belangrijke publieke opdracht. In 1618 werd het middeleeuwse stadhuis van Delft getroffen door een brand. En dat middeleeuwse gebouw dat bestond uit een aaneenschakeling van diverse onderdelen uit allerlei verschillende bouwperioden. En het meest prominent daarin was het Belfort. Belfort wat u hierboven het stadhuis nog ziet uittorenen. En dat bleef bij de brand gespaard. En het was vanaf het begin af aan de bedoeling van de stad dat Belfort in het nieuwe stadhuis opgenomen moest worden. Nou, de keizer moet in 1618 met enige regelmaat in Delft zijn geweest, want hij was bezig met de voorbereidingen voor het grafmonument van Willem van Oranje. En daardoor zal hij als ook wel bekend zijn geweest bij de bestuurders van de stad Delft en in aanzien hebben gestaan. Nou, hij kreeg in ieder geval de opdracht om er een nieuw stadhuis omheen te ontwerpen. En dat deed hij in de vorm van een U-vormig complex aan drie zijden rondom dat oude Belfort. Op een vrijwel vierkant grondplan van ongeveer 25 bij 25 meter. En dat vierkante symmetrische plattegrond is een van de vroege voorbeelden van een spiegelbeeldige symmetrische ordening van een openbaar gebouw, van een openbaar stadhuis. En ook de onderdelen en de functies van de stadsregering zijn in het gebouw op een hiërarchische manier geordend. Even kijken, u ziet hier de gravuren in de Architectura Moderna. En wel bijzonder daaraan is dat in die gravuren zitten verschillende suggesties. Bijvoorbeeld een rijkere Ionische orde is hier getekend en hier een meer eenvoudige. En hier ziet u verschillen in de Dorische orde op de begane grond. Het is waarschijnlijk dat dit een gravure is naar een ontwerptekening die aan de stadsregering werd voorgelegd, waaruit zij verschillende keuzes konden maken. En zo blijkt ook dat het uitgevoerde ontwerp delen van dit voorontwerp hebben overgenomen. Bijvoorbeeld als u kijkt naar de top, die is geheel anders uitgevoerd. Hier ziet u nogmaals het uitgevoerde ontwerp. En hier ziet u wat details van de rijke uitvoering van het beeldhouwwerk, weer met bekende Hendrik de Keizer-achtige detaillering.
Dan een van de laatste werken die ik u nog wil laten zien is De Waag van de Hoorn. Uit 1609-1610. Een van de ook belangrijke werken van de keizer buiten Amsterdam. Uit dit werk weten we dat Hendrik de Keizer ook optrad als aannemer van het steenhouwwerk. Dus hij leverde via handelaren het natuursteen, dat in dit geval uit de zuidelijke Nederlanden, toen in Spaanse handen, via allerlei handelaren werd geleverd en naar het noorden werd verscheept. Het liep via een Dordtse natuursteenhandelaar. Dordrecht was een belangrijke overslagplaats voor bouwmaterialen. En het werd op bestelling geleverd, kant en klaar, op maat gemaakt. We weten ook uit de documentatie uit de stadsarchieven dat de opdrachtgevers konden kiezen uit meerdere varianten van ontwerpen. En dat de opdrachtgevers ook echt een belangrijke rol speelden in het uiteindelijke ontwerp. En rechts ziet u de beroemde eenhoorn van het wapen van Hoorn gebeeldhouwd door de werkplaats van Hendrik de Keizer. En dan als laatste een van de beroemde werken van Hendrik de Keizer is natuurlijk het beeld van Erasmus in Rotterdam. In 1618, in de tijd dat de keizer werkte aan de bronzen beelden voor het graf van Willem van Oranje, en ook aan het stadhuis van Delft, kreeg hij de opdracht voor het maken van het beeld van deze beroemde humanist. Uit een rekening opgesteld door de keizer blijkt dat hij zelf het materiaal inkocht, het metaal, om het bronzen beeld mee te gieten. En daaronder een geschut, schroot en klokkenspijs. Dat dus werd omgegoten tot dit beeld. Nou, het beeld van Erasmus is in de kunstgeschiedenis uitzonderlijk van compositie, want het toont Erasmus terwijl hij langzaam loopt en al mijmerend leest. In het voorjaar van 1621 werd Hendrik de Keizer ziek. En op 12 mei van dat jaar kocht hij voor 120 gulden een graf in de Zuiderkerk, zijn eigen ontwerp, waar en 3 dagen later op zijn 56e verjaardag overleed hij. Op zijn graf in de Zuiderkerk, waarin later ook andere familieleden zijn bijgezet, kwam een zerk te liggen met daarop een vers van P.C. Hooft. En Hooft maakte bovendien nog enkele lofdichten op het werk van Hendrik de Keizer. En ook Vondel schreef een vers. Dat alles geeft toch wel aan dat het belang dat al tijdens het leven aan Hendrik de Keizer werd gegeven. Nou, de werkplaats van Hendrik de Keizer, zult u zich afvragen, hoe ging dat nou verder? Die werd voortgezet door zijn zonen en kleinzonen. Met name Pieter de Keizer, de oudste zoon, die kreeg volgens het testament alle de modellen, patronen, papieren, boetseersels met het gereedschap daartoe behorende. En voorwaarde daarbij was dat hij het graf van Willem van Oranje en het beeld van Erasmus zou voltooien. En we weten ook dat hij de Westerkerk, of tenminste de Westertoren, heeft voltooid. Nou, die werkplaats van Hendrik de Keizer zal nog lange tijd een belangrijke plaats hebben gehad, met name op het gebied van de steenhandel. En zijn zonen, kleinzonen en neven waren daar actief in. Maar de architectuur van de Lage Landen, die zou toch na zijn overlijden en na de publicatie van de Architectura Moderna een geheel andere weg inslaan. Zo rond 1630, dan komt het Hollands klassicisme op met de architectuur van Jacob van Kampen. En daarmee verdwijnt deze architectuurstroming van Hendrik de Keizer meer op de achtergrond. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een onderwerp van een geheel andere lezing. Dus daarmee ben ik eigenlijk aan het eind gekomen van mijn verhaal over Hendrik de Keizer. Misschien is het nog interessant om u te vertellen waarom wij als vereniging vernoemd zijn naar deze bouwmeester en niet naar bijvoorbeeld Jacob van Kampen of Berlage of Rietveld. Dat is omdat in de tijd dat de vereniging werd opgericht in 1918, er met name grote interesse was in die architectuur van de eerste helft van de 17e eeuw. De architectuur van de Gouden Eeuw,
de architectuur uit de tijd van de bloeitijd van de Republiek, van de opstand tegen de Spanjaarden. Dat werd gezien als de echte nationale bouwkunst. En met name die bouwkunst, met zijn prachtige trapgevels in Amsterdam, was bedreigd door sloop en afbraak. En het is om die reden dat Jan Vet, waarschijnlijk de naam Hendrik de Keizer, heeft bedacht voor onze vereniging. Daarmee ben ik rond.